Goedemiddag, lieve vrienden. Het is bijna 1:30. Ik ben laat. Ik heb mijn haren weer gedaan. En het heeft al vandaag best aan het regenen geweest. Ja, we hebben plassen op straat staan. Het is al wel weer verder droog. Maar we hebben ook best onweer gehad. Ik denk dat jullie die plassen wel zien. Zien zijn, dacht ik zo. Anders doen we even in. Ja, jullie zien het wel, ja. En ja. Maar het zonnetje is er ook weer even erbij. En daar komt er eentje helemaal aangetippeld en blij. Die weet, wou zijn kap af, hè? Ja. En daar hebben we meneertje Kandalf. En Eeuwen. Ja, 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 ja. Het is weer knap weer. Ondanks dat het hier nog wel allemaal nat is, maakt het allemaal niet uit. Het zonnetje schijnt, maar de lucht is niet blauw. Nee, het is best bewolkt. En daar hebben we de zon. Oei, 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 oei. Ja. Maar het is wel weer even lekker. Deuren zijn weer wagenwijd open. De wespen die komen er alweer aan. Ewan loopt ook even naar buiten toe. Ja, daar staat een bak met water, maar dat is regenwater en dat vinden ze ook lekker. Hé, hey, Kandalf! Klaar, kom maar meisje. Kom maar. Mag toch niet? Ondeugd. Is een foei. Ja, dan zien de mensen tenminste ook dat jij eens een keertje stout kunt zijn, hè? Wat verdik je. Hé? Ja. Mag kan dat niet doen, hè, man? Nee. Kom maar. Kom maar, ga maar naar buiten. Het is nou nog droog. Nou, ik ken het nog. Straks regent het weer. Het eind van de dag zou het opklaren. Is er beloofd, ja. En kwam jij er nou aangelopen? Kleine stoute Rick. Hé? Kleine stoute Rick. Hé, hey, wat? 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 Wat zou dat? Wat zou dat? Wat zou dat? Wat zou dat? Gekkie. Nou, wij gaan wat doen. En dat is de dieren eten geven. En koffie maken. En verder weet ik het nog niet. Ja, ik zal weer een filmpje gaan renderen en naar YouTube brengen. De camera moet weer leeg, de GoPro moet leeg. Dus ja, ook weer genoeg te doen. Er staat een heel klein beetje afwas, dus lekker belangrijk, maar niet heus. Het hangt me niet op mijn rug. En als mijn haar droog is, dan zal ik dat weer een beetje fatsoeneren. Ja, mag je niet, hè? Kan dat stout, hè? Ja. Wat dikkie. Nee. Maar oké, lieve vrienden, geniet van je dag. En Karin en Roderick die zijn er hard op. Die zijn een heel eind weg. Ja. Oh, hey. Is dat lekker? Is dat lekker? Gek meisje. Zout, hè? Zoutgehalte van de mens. Dat vinden dieren lekker. Ja. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, tot later. Hallo lieve vrienden. Ja, daar zijn we weer eventjes. Ik zou de boodschappen doen. En ik zou hem klaarmaken. Maar, ik denk, ach, ik kan nog wel even een bak koffie doen. Dus een bak koffie. Ik denk, ach, tijdens de bak koffie doe, kan ik wel even spelen met Kandalf, met een bellenblaas. Want ik heb zo'n bellenblaaspotje dingetje, gevalletje gekocht. Om even met Kandalf te spelen. Dit is om na te vullen. Want Kandalf die mag graag achteraan. Dat is zo'n leuk gezicht. Maar in ieder geval zit ik bij de deur, waar Frodo nu ligt. En het zonnetje scheen. Ga de poort ineen open.
krijg je onverwachte visite van Astrid en haar dochter. Nou, Astrid, een kopje, die staat, haar, staat er nog. En het glas van haar dochter staat er ook nog. Dus die breng ik gelijk nou even naar de keuken toe. En ja, die zijn net de deuren, dus heb ik me nu maar klaargemaakt, want dat moest ik nog doen. En want ik had eerst even wat anders gedaan, want ik had gisteren post gekregen die hier niet thuis hoort. Nee, in een andere straat. Maar mijn meisjesnaam, jullie weten die, dat is Dion. En deze is ook voor de jong. Maar in een andere straat, wel hetzelfde huisnummer, maar een andere straat. Ja, dat breng ik zo meteen even daarheen met een excusesbriefje erbij. Dat ik een perron geopend had, maar ja, ik zal mijn meisjesnaam staan. En ja, je krijgt wel vaak post op je meisjesnaam. Dus ja, helaas binnenkast, ik heb hem dichtgeplakt. Hop. En dan even een brief erbij voor excuses aan te bieden. Dat ik hem geopend had. Dus het komt allemaal wel goed. Ja, ik ben al verder klaar dat ik ga Frodo naar binnen halen. De kap om doen. Melkkorf om doen. Want hij is best stout geweest. Ja, ik kan er niks aan doen, maar het is nou eenmaal zo. En dan ga ik even boodschapjes doen. Ja, ik heb niet echt veel nodig. Maar oké, er moet toch wel wat even in huis komen, want ik heb geen koek, ik heb geen chippies meer zo wat. Ik moet even kijken, ja, ik moet nog denk ik even een nieuwe doos met eten voor de katten. Ja, en nog brokjes voor de katten. Voor Frodo heb ik nog genoeg, moet ik hem, maar dat moet ik weer bij de FOMA halen. Daar heb ik nog geen zin in, maar die hebt nog. Ja, je hebt nog een. Ja, hij hebt nog zeker te weten. Nee? Ja, nou. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag verder. Het is hier nog steeds bewolkt en triest en af en toe zonnetje, maar er is nog geen regen meer geweest. En daar ben ik blij om, dat ik zou zeggen. Tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik ga een bakje koffie maken. Ik haal net het knopje om. Ik heb boodschappen gedaan, die staan hier. In die tas van de FOMA. En nee, ik ben niet bij de FOMA geweest, maar bij de DK. Ja. Dat natuurlijk ook weer chippies gehaald. Twee zakken. Twee pakken koek gehaald. En een Bounty gehaald. Lekker bij de koffie. Voor Frode nog een blik erbij. En voor Rebecca, als die er weer is, want die wil rooibos. Nou, heeft ze rooibos. En kippendingetjes. Kipwings, kippenvleugeltjes. In ja, een actie. Dus ja, ga ik lekker pakken. Ja, met nieuw, maak ik lekker een nieuwe zuur ervan. Voor de poezenbeestjes weer. Ik heb ook een zak brokjes voor de poezenbeestjes. En nog een zak kattengrit. En die staat daar bij mijn bureau. Die. En waarom die wissel er staat, terwijl er gisteren geveegd en gedweild is. Nou, gisteravond laat. Ik zat aan de telefoon. Met drie personen. Hoe doe je dat? Nou, met de mobiel en de huistelefoon. Jan van Damme uit Emmeloord, daar moeten jullie de groeten van hebben. En Karin en Roderick had ik op mijn mobiel. Ik had alles nog open, want het was gewoon nog warm. Ik zit lekker hier al, aan de salontafel. Televisie te kijken en met hun aan het babbelen. Ik had de computer wel aan, want ik was aan het werk. Maar ja, als ik aan het babbelen ben, ik niet aan het werk. Dus dat liet ik eventjes wat het was. En ineens hoor ik een heel raar geluid. Kon het niet thuis brengen. Maar ik kreeg wel natte voeten. Vond het niet leuk. Wist ik nog niet wat het was, maar ik wist wel dat ik koude voeten, natte voeten had. Dus ja, dan moet je het licht aan gaan doen om te zien wat er aan de hand is. Want
ik zat gewoon in het kaarslicht en dan mijn bureaulampje, het licht van mijn computerscherm en het licht van de televisie had ik aan. Verder niet. Dus ik moest licht hebben om te zien wat er allemaal aan de hand was. Had ze een waterballon naar binnen gegooid. Ik heb altijd s'avonds een handdoekje op mijn schoot. Dat, als ik wat zit te bikken, dat ik mijn handen gelijk even af kan vegen in plaats van naar mijn kleding. Dus die handdoek op de grond gedaan. Dacht je dat dat genoeg was? Nee, ik kon gaan dweilen. De hele kamer kon ik gelijk met dat water dweilen. Ik was kapot, ik was bek af en ik was bedroefd van, ja, wie flikt je dit? Er staat niet een naamkaartje op van wie het gedaan heeft. Dus ja, ik weet het nu hedendag nog niet. Want niemand die zich ook meldt van buf, sorry, we houden een geintje uithalen, maar het is misgegaan. Ja, ook dat niet, hè? Nee, dus ik zal er ook wel niet achter komen mits het weer gebeurt, want dan zijn ze van mij. Ja, ze hebben het gewoon niet te doen. Nee. Zo dan, olifant, komt er in je naar beneden. Die daar, eeuwig. Olifant gelijk. Ruttel die trap af. Maar oké, ik ga zo de boodschappen opruimen. En ik wens jullie alle nog verder een genoeglijke namiddag. Ja, een namiddag, nog een half uurtje. Ik ga van de koffie genieten, van mijn bounty genieten. Boodschappen opruimen. Kippen dingetjes zet ik in de koelkast. Daar heb ik nou nog geen zin in om dat te gaan bakken. Nee, dat komt nog wel van de week. En dan komt dat ook wel goed. Dus zeggen... Laat eens!